wetenschappers moeten vandaag de dag heel vaak samenwerken, ook in internationale teams. En dan gaan zij op zoek naar een manier hoe zij dat goed kunnen doen. En een VRE, dat staat voor virtuele onderzoeksomgeving, is een manier hoe zij dat kunnen doen in de praktijk. Ja, de VRE is voor ons een prachtige interface naar het samenwerken voor wat betreft documenten. Die webinterface stelt ons in staat om vanuit een Windows-omgeving, een Mac-omgeving en een Linux-omgeving aan deze documenten te werken. Wel, voor mij was de VRE uitermate belangrijk omdat het een omgeving is waarbinnen ik een digitale collectie van Noord-Koreaanse posters met een team, een internationaal team van medewerkers, kan beschrijven. Een van de projecten wat nu actief is op de VRE is het METIS-project. En dat is een instrument wat gebouwd wordt voor de Extremely Large Telescope. Als die eenmaal klaar is, is de grootste telescoop van de wereld. Het was voor mijn onderzoek en voor dit project uitermate nuttig, omdat het ons toelaat de posters te beschrijven. En dat met een internationale groep mensen die hier niet fysiek aanwezig zijn. Het METIS-project is een langdurig project. Het duurt ongeveer 10 jaar om het instrument af te krijgen. Gedurende die tijd moeten we de administratie natuurlijk kunnen doen. Het mooie aan de VRE is dat de interface zodanig is dat iedereen er gebruik van kan maken, zowel secretaresse als wetenschappers. Dus de VRE is eigenlijk een doos met allemaal bouwstenen, maar de inrichting ervan en wat je ermee kan, dat bepaal je grotendeels zelf en daar krijg je dan heel vakkundige ondersteuning bij het uiteindelijk zo inrichten dat het werkt zoals het voor mijn project nuttig was. Als je met onderzoeksgegevens werkt en je bent ook nog bezig om met deze gegevens te werken, dan wil je bijvoorbeeld niet dat je per ongeluk gegevens kwijtraakt. Of dat er iets wordt aangepast waarvan je niet wist dat het is veranderd. Dus soms beperk je de toegang tot je gegevens. Ik ben ondersteuning, maar de universiteitsbibliotheek en zeker het CDS, die zijn mijn vraagbak. Als het gaat om het beheren van je onderzoeksdata of van je documenten, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit of je nou bij sterrenkunde zit of bij rechten. De VRE is voor elke discipline eigenlijk te gebruiken. En wij bij het Center for Digital Scholarship, wij ondersteunen onderzoekers bij open access, bij data management en ook bij het gebruik. Wil je weten of een VRE echt iets voor jou is, dan kun je terecht op onze website. Daar staat alle informatie. Heb je nog vragen, bel ons, mail ons of kom gewoon bij ons langs.